Kan hij nou of niet? Kunnen we beginnen? Nu? Koelen? Ja, nu? Test. Nu? Test. Nu wel. Hoe is mijn prof? Ja? Oh, ja, nu. De weg bij Spiet kent alle wegen. Daar kom je hem soms dwalen tegen. Maar rond deze tijd is hij de weg kwijt. Dan kun je hem bij elkaar vegen. Zijn hulp aan. We laten hem dan maar zijn gang gaan. Want helpen is fijn, maar hij is zo klein. Hij moet eerst op stelten gaan staan. De prof Piet is een hele slimme. Ja? Hij roept af en toe even dimmen. En dan gaat het te snel. En dan weet je wel, niet zeuren en even niet simmen. Piet niet de eerste, de beste. Was bezig wat spullen te testen. Ze testte een kruk, maar toen ging hij stuk. Nou zit ze dus weer in het nest. Dat vind ik niet zo leuk. Hoogte Piet loopt over daken, zonder een dakpan te raken. Maar soms gaat het mis, en wat het dan is, dan hoor je hem gilletje slaken. Ik Piet kwam eens over uit Spanje. Hij zei, ik ben cool en dat kan je wel zien om mijn nek. Het glimt echt gek en ik hou zo van opsluk en franje. De muziek Piet stond s'avonds te zingen. Van Sint Marsepijn, dat soort dingen. Geen tango, geen bals, maar wel hard en vals. De ramen die stonden op springen. Wel erg groot. Als hij het goed vindt, dan helpen we zin. Maar wel van de wal in de sloot. Ja, even één ding houden we wel van onszelf. Mooi, we hebben een hit. Er is toch niemand die dit hoort? Nee. We zijn een beetje aan het geinen. Wat maakt dat uit? Nee, maar dat komt wel... toch door met een CD. Nee, dit komt toch niet op een plaat te staan? Dit gaat niet op een plaat. Nee, dat kan ook niet. Zou mooi zijn. Nee. Nee. We zijn een beetje aan het geinen in de studio. Iedereen heeft hem lang afgezet. Nee, dat kan echt niet. Ik zou me echt doodschamen. Ik zou me echt doodschamen.